verhaal laat zien is jonge mensen die eigenlijk iets willen veranderen. Vanuit een soort wilskracht en naïviteit. En de teleurstelling op het moment dat hun acties veel meer hebben geschaad dan dat ze iets hebben opgeleverd. Drie middelbare scholieren schrijven op de muur van hun school de eerste protestleuze. Vrijheid, het volk wil het regime omverwerpen. De revolutie is begonnen met jonge mensen die de straat op gingen. En dan dachten van, hé, wacht even, in Tunesië is het gelukt, in Egypte was het gelukt. Wij kunnen het hier ook doen. Ja, 50 man staan op een plein, schreeuwen vrijheid, vrijheid, vrijheid. 10 minuten lang. Dan komt de politie om ons te verjagen. Eerst met knuppels, daarna met traangas. Dan worden de geweren overgehaald. Rennen voor je leven. In een hele korte tijd groeien ze op en denken ze van, shit, wat hebben we gedaan? We hebben ervoor gezorgd dat ons land in een totale destructie is beland. Dus zij zijn het gestart natuurlijk. Zij zijn het gestart. Als ik zelf een Syrische achtergrond heb, heb ik het gevoel dat ik een streepje voor sta. Dus er wordt mij makkelijk verteld. En ik ga er ook heel laconiek mee om en ik maak ook grapjes over, ondanks dat die verhalen gewoon hartverscheurend zijn. Omdat ik ook een beetje weet van, ah ja, dat is de Syrische cultuur, is voornamelijk, er is niks aan de hand, het gaat goed. Hij zei iets vrolijker. Ja. Zo. De thema's zijn altijd heel zwaar, maar ik probeer het gewoon licht te maken. Hè. Het gaat over jonge mensen, dus het zijn allemaal veerkrachtig en er is... Het leven van studenten is altijd kleurrijk en het heeft heel veel energie. Dus dat heeft het stuk ook, tot een zekere hoogte. En Ahmed heeft de volle laag gekregen. Ik kan hem niet in de ogen kijken, man. Dus ik zeg tegen Monser, luister. Het is ook fucking lastig, hè. Ahmed in de ogen kijken. Dat oog blijft maar draaien. Ik word er duizelig van. Ik hoop dat het publiek daardoor, dat ze geraakt worden en dat ze op een andere manier naar de hele complexe situatie in Syrië kijken. En dat ze gewoon veel anders kijken naar een vluchteling medestudent dan van tevoren.